The most wonderful time of the year. Hey, knuffelen. Wat? Doe even je jas aan. Oké. Doe je jas aan. Nee! Goedemorgen en welkom bij een nieuwe... Het is al middag eigenlijk. Het is 10:50. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn onderweg naar... Waar gaan we ook weer eten? Oh, we weten niet waar we gaan eten, maar we weten wel dat we van de Sada home weer gaan voor de verandering. Hé, poepie toepie? Ja. Verslik je? Ja. Heb je nou het smintje gewoon doorgeslikt? Nee. Oh, oké. Okay. Zit hij nog wel in je mond? Op het nee, ik dus... Wow, zo snel. Jij bent zacht. Wij zijn hard, man. Kijk. Lessie. Ja. Nog voor daar of vrienden. Wat heb jij veel vrienden dan, hè? Oké, nu dat ik het zo zie, inderdaad vind ik het wel heel erg ouderwets wat ik aan heb. Ja. Heel erg oudbollig. Wat? Lesjo. Ja. Kom, ga wel vast naar binnen, naar de Sada, ja? Loop je? Voor jullie, kunnen jullie in slapen? Hey, kun je slapen? Is het te klein? Is het te klein? Is het te klein? Want stel je voor, als ik zo ga liggen, ja? Echt in mijn slaap, en als ik zo ga liggen, kan ik al mijn kop zo. Oh ja, niet aankomen, man. Hey, mijn vis. Ga je knuffelen. Ga je knuffelen. Ah. Zo lief. It's the most wonderful time of the year. Ik heb helemaal zin in kerst. Jij dan, Nick? Ja. Jij dan, Les? Heb jij zin in kerst? Even nadenken. Natuurlijk. Oh. Had die Woody mee? Nee, hij had geen Woody. Ja, Woody is thuis, schatje. Die Woody is aan het slaapjes doen. Oh, Woody slaapjes doen? Ja, Woody slaapjes doen. Nee. Jawel. Ja. Woody is slaapje doen, toch? Nee. Jawel, die heb je naar bed gebracht. Mama, kijk. Nee, Woody slaapje. Kijk, is dit echt pijn hier. Meatless Districts. Oh, deze kroketten zijn van de vegetarische slager. Weet ik niet, maar even lezen, schat, het staat erbij. Seitan burger met MD burger, saus, avocado, augurk, tomaat, rode ui, veld, sla, boerenfiet en MD Maya. MD Zensen. Weet je al wat het is? Nee. Geen idee. Weet jij wat je gaat nemen? Ja, ik denk dat het 100% zeker is. Maar kijk eens onderaan. Onderaan? Ik kijk onderaan, maar ik zie alleen de vijf. Nee, op de tweede. Op de tweede pagina, waar je net zat. Nee, wat is er dan? Wat? Een wintelteetje. Lekker? Een beetje zuur. Beetje zuur? Oh, dan hoef beetje ik hem ook. Beetje zuur. Oké, dan hoef ik hem ook. Wil je proeven? Memphis, kijk, proeven. Lekker. Dat is zo lekker. Proef maar. Hier, proeven. Nou, hij trapt er niet in. Proef jij hem? Proost. Nee, papa. Proost.
pistachios in slaap gevallen. Nee, je kan niet in slaap vallen zonder eten. Appelsap. Wat is het? Camera. Is camera. iPhone. iPhone weet je wel, hè? Mama iPhone. En die is? iPhone. Papa iPhone. Memphis, peace. Ja, dat is peace. Schaar. Doe maar, Nick. Steen. Oh, dit is echt lekker. Check nou. Ga je dat allemaal alleen opeten? In het kleine lichaampje van jou. Het eet, hè? Doe een duimpje omhoog als je van sla houdt. Dank je. Was eten lekker? Ja. Dansen. Ja. Dansen. Ja, doe maar open. Handje. Waar ga je eten dan? Oh, kruidvat, dat is ook goed. Naar de kruidvat. Even naar de kruidvat. En nu, en weer laaien. En lopen. Maar hier is de auto al. Opletten of er geen fietsers aankomen. Zijn we even bij de kruidvat geweest, heb ik even foliumzuur gekocht, want ik had gelezen dat het heel erg helpt. Ik dacht alleen dat het zo was als je al zwanger was, maar het helpt dus ook als je zwanger wil worden. Dat wist ik niet. Dus dan begin ik wel vast met slikken. Een beugel is trouwens gemaakt. Yes. Ik wil ook naar huis nu. Mijn papa is nog niet klaar. Papa moet weer zo'n horloge maken. Ja, tel, weet je. We willen niet in de auto zitten. En op een plek waar... elektrische auto. Ja, we zijn ook nog op een verkeerde plek. En dan, ja, ik lekker koken. We eten vanavond lasagne. Yes! Oh, daar is papa al. Oh. We zijn er niet, dat kan zo niet. Dat duurde lang. Oeh, oeh. Trying to do what lovers do. Oké, ik ben dus nu net terug van Kruidvat. Ik had al verteld dat ik daar volumezuurtabletten ging halen. Dus dat heb ik nu gekocht. Ik ga voor deze. Ik denk dat dat wel oké is. Extra volumezuur. Dus ik ga er nu eentje innemen. En dan ga ik het iedere dag eentje innemen. Volgens mij is dat de bedoeling. Jeetje. Ze zijn ook nog best groot. Ook nog om te slikken. Ik haal sowieso niet echt van dit soort dingen. Maar... nou ja, het is voor een goed doel. En ik had ook... Oh! Oepsie. Ik had dus ook extra ijzer gekocht. Want ik was laatst echt zo'n buikpijn en met ongesteldheid. Dus zo erg af en toe dat ik gewoon echt duizelig ervan word. Vind ik de pil niet. Dat heb ik ook nooit echt gedaan. Dus ik moet nu wel echt even voor mijn ijzer wel iets gaan vinden om het een beetje op te bouwen. Dus dat heb ik nu extra ijzer gekocht. 1 pil per dag. Ik ben ook benieuwd of andere moeders of mama's in spe dat hebben gebruikt en of het bij hun heeft gewerkt. Dus ben jij een moeder en heb jij dat gebruikt en heeft gewerkt? Let me know, please. Want eigenlijk zijn mijn eerste 2 zwangerschappen echt zo vanzelf gegaan dat ik niet echt aan dit soort dingen dacht toen de tijd. Maar ja, ik ga het proberen en we shall see. Hey. Oh, dit is wel cool, hier. Yes, open. Klaar.
Komen jullie aan tafel, iedereen? In plaats van Sanja is het pasta geworden. Ik ben mijn vis. In verband met tijdsnood. Mag ik van tafel?